Degene die de minste challenges haalt. Zet een mini tramp bij het water en doe je een bellyflop. Ja, easy. Oh! Oh! Goedemorgen dames en heren, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Luca. Vandaag heb ik afgesproken met Tigo, Melchior en Lars. Wat we vandaag gaan doen, we gaan de minitramp achter in de auto leggen. En dan gaan we die op zoveel mogelijk plaatsen zetten en lekker flips doen. Wij gaan hem even uit elkaar halen, het zal even een uurtje duren. En dan zie ik jullie als we op de spot zijn. We zijn aangekomen bij de spot en het is echt super chill. Zoals jullie zien, dat is niet mijn minitramp. Lars die heeft zelf ook een minitramp en die past zonder dat je hem uit elkaar hoeft te halen. Gewoon in zijn auto. Dus vandaag gaan we de minitrap op zoveel mogelijk random spot zetten. En daar vanaf flips af doen. Oh, daar gaat Lars al. Ja hoor. Lekker hoor. Nou, we zijn dus even aan het opwarmen. Wat ga je doen, Lars? Two and a half, Dre. Nee, I'm scared. Nee. Oei. Gaat een Randy proberen, een Randy. Maar gaat er maar vanuit dat hij het niet loopt. Nee, gaat niet lukken. Nee. Oh. Yes. Lekker hoor. Het lukte en ik landde en ik ben niet gevallen. Hoi! Oké, Luca doet ook Randy. Ik ben een Randy. En dan ga ik er ook achteraan. Ja, gast, easy. En voel. Nee, oh. Ik had een comma van me kunnen maken. Had je kunnen doen, ja, oké. Nice. Ik zat er half in en ik dacht, nee, toch niet. Oeh, nice. Ik verwachtte niet dat ik zoveel naar beneden zou gaan. Oh, gast, gaat ie? Zo! Holy shit. Ik ging één keer naar achter, joh. Ah, mijn reet. Ah. Iedereen nou een challenge verzint. Ja. En degene die de minste challenges haalt, die moet het vieze water in. Ik weet niet of het per se een straf is, want het is heerlijk weer. Dan moet je gewoon een bellyflop doen, toch? Een bellyflop. Ja. Met de minitramp bij het water. Met de minitramp bij het water. Wacht even. Nee, minitramp bij het water en dan doe je een bellyflop. Ja, ik vind het een goed idee. Vind je dat eng? Ja, ouwe, ik ben echt heel erg tegen, want het doet zeer. En ja, dat weet ik. Laten we steen, papier, schaar doen. Steen, papier, schaar. Hey, oh, jammer. Steen, papier, schaar. Okay, jammer. Ik mag als laatste. Papier, schaar. Ik mag als eerst. Shit, als dat wil ik helemaal niet. Eerste, tweede, derde, vierde. Ik doe dubbel vol op het gras. Arbeer dubbel vol. Nu zo dat dit de challenge is? Ja. Lars loopt gewoon weg. Ja, het is klaar. Dat... Ik vind het een hele nare streek. Ik ook. Komt ie. Nee! Ja! Ja! Hij landde hem niet. Ja, gelukkig. Tigo heeft de challenge dus niet gehaald. Maar wij gaan de challenge alsnog doen. Dat betekent niet dat als Tigo hem niet haalt, dat wij hem niet kunnen halen. Hebben we het aan de beurt? Want Lars gaat hem volgens mij niet doen. Nee. Jij gaat hem niet doen? Nope. Je mag met elke set het doen, hè? Nope. Nee, ik kan kaart dubbel full kan ik, maar denk niet nu. Oh, fancy. Ik kan het niet. Waarom krijg je maar één poging? Dat is jammer. Ja, dat is ik kan jammer. Het sowieso. Eigenlijk een beetje een domme challenge, want ik weet vrijwel zeker dat jij deze wel gaat hebben. Ik weet het niet hoor, het is echt... Dit ja. Is echt heel jongen, raar. Ik... Ah, dikke boeien man, ik doe hem wel gewoon, joh. Nee! Yes! Ja! Nee! Hé, hey, dit is mooi! Ik had het gewoon kunnen mooi, landen! Kijk, Lars heeft hem helemaal niet gedaan. Ik heb hem niet eens ingezet. En alsnog hebben wij niet minder punten. Mooi. Volgende challenge, wie gaat hem doen? Jij bent aan de beurt. Castaway doen van het bord. Ja, goeie. We gaan beginnen bij het bord met een castaway. Al heel lang geleden dat ik dat voor het laatst heb gedaan. Ik weet eigenlijk niet eens hoe ik hier opkom. Oeh, dat het is heel stabiel. Door. Dit is echt een nare challenge. Yes! Wow. Yes, oké. Okay. Deze is voor jou. Let's go, Lars. Let's go. Ja. Oh, netjes. Het is wel een beetje... Sketchy hoor. Yes! Oh. Dit zijn allemaal steentjes. Ja, easy. Oh! Oh. En dan landt hem. Ja, dat is nou jammer eigenlijk, hè? Ja, eigenlijk wel, hè? Ja, ik ben. Hè? Mannetje? Ik wilde dat net bij jou doen. Ik doe wel een B-twist. Bij mij lijkt het meestal een beetje gewoon een side-fit. Wat? Dat is echt clean. Dat is hem. Oh, Lars, jij moet scheid zijn, hè? Ja, geland. Nee. Nee, oh, maar dat zou niet. Al zou ik hem landen, zou het geen eetwist zijn, toch? Beatwist. Beatwist. Is dat het? Ja, yes. Hoor. Ja. Dat is meer, maar dat was niet je beurt. Nee. Hij deed het net gewoon off camera. Nee, ja. Ik...
Oh, ja, was dat hem? Yes! Oké, top. Lekker. Hey, top hè? Sta jij achter? Ja, leuk. Als Luca nu een tik doet die we allemaal niet kunnen, dan staan we gelijk. Dan moeten we allemaal belly floppen. Ja. Ik heb laatst gezien in een video dat jij dit kan. Volgens mij kan jij dat ook. Jij ook? Ik weet het ook al. Ja. Kork en SD-kork. Ah. Ja. Ja. Ah, fuck. Ja, dat ging één keer goed. Kork. Oh, yes! Zo lucky. Oeh. Ja! Hè? Jij zit hem zo raar in. Dat was geen eens... Bro, je landde zo en was gewoon... gewoon cheat gainer en als laatst denk je, oh, voeletje erbij. Maar ik heb hem wel, toch? Ja, dat wel. Nee! Oh, yes! Kut! Oh, yes. Zo niet lekker af. Nou, gaan we gezellig samen belly floppen. Oh, dat is wel leuk. Ik wil het echt niet doen. Nee. Shit! Nee, ja! Tycho is de enige die niet doet. We gaan dat niet hier doen, we gaan de minitramp eventjes meenemen naar een steiger daarheen. In het terreintje gaan we bellyflop doen. We hebben de minitramp even op een mooie plek gezet. En wij gaan lekker even een bellyflop doen. Inderdaad. Echt zin in. Misschien ook wel een goede plek om even mijn anderhalve duik te gaan oefenen. Ja. Dit is wel een mooi plekje daarvoor. Dus ik ga eerst even een trick doen. Wow, joh. Wat ben ik? Je bent in het water. Weet je wat de fout ging? Vergeet dat ik een trampoline had. Telde dat al als de bellyflop? Nou ja, ik deed wel echt hard op mijn rug, toch? Ja. Nee. Maar dat was naar de rug. Is niet ja. Nee. Jongens. Dit was een backflop. Niet een bellyflop. Luca. Ik ben een man van mijn woord. Dus je gaat het gewoon doen. Ja, jongens. Die Lars' nieuwe tattoo nog niet hebben gezien. Ja. Ja, hij is wel echt. Hij is vet, hè? Hij is heel mooi. Hij is heel mooi. Niet kijken naar mijn arm, is geheim. Oh, ik heb hier echt helemaal geen zin in. Wat was dat? Nee. Dat was niet goed, sorry, ik was bang, jongens. Ja! Wat is dit? Wat? Ik denk dat Lars niet meer weet hoe die moet bellen. Ik denk het ook niet. Die was goed, hoor, die klap. Oké, Lars, het is, zeg maar, je doet het wel op je buik, maar je benen zitten wel gewoon recht in het water. Oké, drie maal aan het schepen. Ga je nou nog een keer? Ik moet nog die bellyflop doen! Gooi je benen gewoon naar achter. Luca! Ja. Wow! Ja, die was goed. Melchior denkt dat anderhalve frontflip naar zijn buik minder pijnlijk is. Frontflip en dan op je buik. Dat is beter. Ja, dat denk ik ook. Melchior! Dit is de ergste bellyflop die ik ooit heb gezien. Dit is een replay hoor, denk ik. Melchior. Gaat het goed? Ik ben gewoon niet gevallen. Zo. Waar ben ik? De beste ooit was dit. Nou, dank je. Gast, ik land op het water en ik wist niet meer waar ik was. Het voelt eigenlijk gewoon alsof je op het steen landt. Moet ik ook gaan. Dank je, ja. Maar ik denk, mijne gaat sowieso niet jou overtreffen. Zeg maar. Dat is niet erg. Ik denk dat je dan doodgaat. Nou, daar gaan we. Oh, oh. Oh nee, de camera. Oké, die was best goed. Nou, heel veel zeer. Ja. Maar het voelt gewoon wack. Nice, ouwe. Hele lange tijd geleden aan Tycho beloofd dat ik een anderhalf duik zou gaan oefenen. Ik denk dat er geen betere spot gaat komen dan dit. Dus, nou, die ging ook lekker. Ik denk niet dat ik meer pijn kan gaan lijden dan Melchior vandaag. Dus dat moet wel goed komen. Oké, dat is ook niet de bedoeling. Oké, nice. Wat is dat nou? Auw. Oké, deed het hier? Ja. Hey, oh. Wow. Deed hij hem nou? Nice. Ik deed heel front. Zo. Ja, op mijn rug, maar wel. Wil je die nog een keertje doen? Nee. Zoals je zag, dat ging niet helemaal goed. Dus ik ga hem vandaag niet doen, we gaan er vandoor. Het is eventjes later en voor Lars' video zijn we nu in de weilanden. Allemaal simpjes aangedaan. Lars moet over dit gore slootje heen springen. Oh! 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 Zo! Oh. Oh. Ik heb een echte lounge school. Kijk mijn schoenen. Oh. Je schoenen. Oh! Yeah. Lekker! Yes! Oh. Lekker. Oh, wow, veel te makkelijk.